Provincieraadslid Linda van den Neede van N-VA uit Roosdaal vraagt dat de raad van bestuur van de intercommunale Haviland wordt afgeslankt. Bij de vestiging van intercommunale Haviland in Zellik sneuvelen in totaal 23 van de 47 arbeidsplaatsen. En dus vindt N-VA dat ook het aantal leden in de raad van bestuur moet worden afgebouwd. Als het personeel moet inkrimpen, dan vinden wij dat de raad van bestuur toch ook mag inkrimpen. Het moet perfect mogelijk zijn met minder dan 55 leden in de raad van bestuur een goede werking voor Haviland te voorzien. Dat is een idee dat oorspronkelijk van ons gekomen is. En dat waarschijnlijk opgevangen is in een of andere commissie en dergelijke. Dus wij stonden daar ook niet weigerachtig tegenover. En wij zouden het ook normaal gevonden hebben dat er ook een afslanking zou gebeuren in de bestuursorganen, indien het afvalgebeuren zou komen weg te vallen. Maar dat is dus niet het geval. En dus blijft de raad van bestuur van Haviland bestaan uit 55 leden. Ook al sneuvelen er arbeidsplaatsen bij Haviland in Zellik.